Oud-Suralco-directeur Henk Rajkumar Ramdien is er door twee Nederlandse organisaties onderscheiden. De awarduitreiking die vond er dinsdagavond plaats in Hotel De Luifel aan de Gondastraat. TBN Primalert die sprak er met de heer Ramdien, waar hij niet alleen maar vertelt over zijn periode bij de Suralco, maar waar hij ook adviezen meegeeft aan vooral jongeren, maar ook aan de regering. Wat betekent een dergelijke onderscheiding voor u, heer Ramdien? Oh, natuurlijk is het heel erg prettig als de mensen dus het werk wat je hebt gedaan waarderen op deze manier. Ik heb natuurlijk in mijn hele leven heb ik een hele hoop dingen gehad, maar ik had dat bedrijf had ik al afgesloten. Maar nu heb ik dus een extra verrassing. Dit is een verrassing voor mij dat de mensen uit Nederland in feite iets doen en een waardering terug doen voor het vele werk dat ik voor Suriname heb gedaan. Hè? Voor Suriname. Ja. En voor de nieuwe generatie Surinamers, die misschien toch iets of niets weten over u. Laten we beginnen. Wat heeft u gedaan allemaal voor land en volk? Nou, ik ben even kijken weer. Ik ben nu 83 jaar oud. 83. Ik ben geboren in Paramaribo. Uit een groot gezin met 9 kinderen. De oudste. En ik ging als eerste naar Holland om te studeren na mijn middelbare school. Ik ben toen naar Delft gegaan. En daar heb ik gedaan mijnbouw en metallurgische afdeling. Daar heb ik 5 jaar afgerond. En mijn laatste jaar had ik contact met de Suralco. En de Suralco heeft me toen direct in dienst genomen. En ik ben in 63 teruggekeerd naar Suriname. En onafgebroken ben ik toen in dienst geweest van de Suralco. Tot 2000 ben ik met pensioen gegaan. Ik ben dus nu al 22 jaar met pensioen. En in welke functies heeft u gediend bij de Suralco? Nou, je begint natuurlijk van de school en van de schoolbanken. Dan begin je opnieuw helemaal. Je krijgt instructies. Je weet wat je moet doen. Je krijgt een functie. En van daaruit heb ik gegroeid. Ik ben dus, mijn eerste functie was gewoon engineer. Ik was een mine engineer, een engineerfunctie. En daarna ben ik dus toen naar alle afdelingen die de Suralco heeft, heb ik doorgemaakt. Gieterij, de potrooms, de smelterij, de mining, mining Mongo, powerhouse, Afobaka. Alles is onder mij geweest tijdens mijn operaties. Ik ben dus toen successievelijk ben ik dus toen in feite gaan groeien in het bedrijf. Dat heeft me dan toen gebracht naar mijn laatste functie. Die was namelijk director of operations in Paramaribo kantoor. En mijn baas was toen een Amerikaan en ik heb voor hem dus ongeveer 6 maanden gewerkt met hem. En toen ben ik dus geroepen geworden om naar Pittsburgh te gaan en hebben ze mij die job toen aangeboden van directeur en managing director van Suralco. Eerste Surinamer die ook in het buitenland, waar alle Alcoa bevestigingen zijn in feite, lokale man heeft gediend. Ik was de eerste lokale persoon die door Alcoa was aangewezen. Normaal hebben ze altijd voor de topjob hun eigen mensen. Maar ik was de eerste lokale persoon. Dus ze zagen iets in u? Nou, dus ik moest het bedrijf uit de problemen halen. Ja, want we hebben dus toen, we kwamen net met die binnenlandse oorlogssituatie. En we hebben toen daarvoor hebben we ook een aantal dingen gehad die problematisch waren. Maar we hebben het allemaal overleefd. Het is werken. Het is een kwestie van werken, hard werken, vertrouwen hebben in je mensen, een goed team om je heen hebben. En dat heeft ons in feite zover gebracht dat we de hele binnenlandse oorlog, toen het bedrijf compleet plat lag, hebben kunnen opvoeren weer, op speel brengen en gewoon volledig weer gaan draaien. Helemaal volledig gedraaid. Ja. En wat ziet u toch wel als hoogtepunt in uw carrière bij de Suralco, los van het feit dat u directeur was, maar iets dat u heeft gedaan dat u zegt van ja, dit zal toch mijn hele leven lang bijblijven? Wel, het meest belangrijke is namelijk dat toen de Binnenlandse Oorlog begon,
dat Suralco was het target van de andere partij uit Nederland. En we hebben toen alles verloren. Mungo was gesloten, ze hebben overal mensen geprobeerd dood te maken en allerlei dingen gedaan. Mungo, Paranam, de powerline was allemaal, alles was plat. 5000 mensen, werknemers, die waren thuis. Ja? Je kan niet begrijpen wat dat betekent voor jou. Ja, je krijgt telefoons de hele dag door van vrouwen, vooral van Mungo. We hebben geen eten meer, we hebben geen medicijnen, we hebben niks meer hier. Kan je ons evacueren? Hoe ga je 500 gezinnen evacueren? Dus dat soort problemen waren er. We hebben van daaruit hebben opgepikt. En dat moment vergeet ik nooit. Dat we toen direct aan het werk zijn gegaan. En ik heb gewerkt met alle regeringen. Met militaire commando's. Ik heb met iedereen die me iets voor me betekende. En voor wie ik iets betekende, heb ik samengewerkt. Ik had geen onderscheid tussen partij of politiek of militaire dingen of zo. Nee, geen onderscheid. En dan word je beter gewaardeerd, want je bent dan een neutrale figuur die probeert iets voor het land te doen. En toen hebben we het bedrijf helemaal van nul tot het maximaal gebracht. Je hoort mensen zeggen, ja, niet investeren in mining, want nu is dat ook van oil en gas actueel. Dan hoor je weer anderen zeggen, investeer duurzaam, bijvoorbeeld in de landbouw. Wat zegt u, iemand die zo lang heeft geopereerd in de mining sector? Nou kijk, duurzaam opereren in de landbouw is altijd goed. Hè? Want we hebben dus eten nodig, we hebben een hele hoop dingen nodig. En de wereld heeft het nodig. Je kan exporteren, makkelijk. Zelf in je eigen handen hebben. Want we hebben de mensen hier die het kunnen doen. Hè? Rijst planten al 40, 50 jaar in Nigeria. Hè? En dat kunnen we makkelijk uitbreiden. Dat soort dingen nog meer. Dus, maar de mining moet je gewoon maximaal gebruik van maken. Als die er is. Na goed en gedegen onderzoek. En dan moet je dus in feite proberen zoveel mogelijk lokaal te verwerken. En dat gaat tot een bepaald punt, dat we lokaal verwerken. En daarna moet je dus de markt opgaan. En dat zijn dus de meest belangrijke dingen. Dus je moet de productie doen. En je moet weten van hoe lang die productie gaat zijn. Hoeveel je kan investeren. Hoeveel jaren die mijn mee zal gaan bijvoorbeeld. Dat soort dingen moet je allemaal van tevoren uitgerekend hebben. En dan lukt het wel. Ja. Had Suriname de know-how en de kader om toch een eigen, want dat was ook eens ter discussie, om een eigen miningbedrijf op te zetten? Oh, kader hebben we genoeg. Ik was, toen ik begon bij de Suralco, was ik de eerste ingenieur van Surinaamse komaf. Er waren Hollanders veel, Amerikanen veel. Ik was de eerste van Surinaamse komaf. En we hebben het bedrijf omgebouwd. Ik heb alle Amerikanen weggestuurd. En ik heb ze allemaal vervangen door Surinamers. We zijn helemaal naar Nederland gegaan. We zijn mensen gaan zoeken die de educatie hadden. En we hebben ze toen binnengebracht. En zij draaiden het bedrijf toen voor mij, de laatste jaren. En zijn er. Dus het is te vinden, het is er. Maar je moet in feite, je gaat niet op je lauren blijven zitten. Je moet gaan zoeken en je moet erop afgaan. Dus mining is er. Natuurlijk zijn er niet overal mining activiteiten. Maar wij leven al. De Suralco heeft 100 jaar gedraaid hier in Suriname. 100 jaar. En wat wij hebben achtergelaten, de meeste mensen vragen ons af, wat hebben jullie achtergelaten? We hebben enorm veel achtergelaten, omdat ik enorm veel deed voor de werknemers. De werknemers hebben eigen huis gehad, ze hebben allerlei dingen gehad. De werknemers hadden het erg goed. We hadden de beste salaris in Suriname. De beste salaris en dat soort dingen nog meer. Dus dat was het. En goud is nou erbij. En ik hoop dat we nog eens een keertje weer naar bauxiet gaan, naar West-Suriname. West-Suriname ligt er enorm veel bauxiet. En ik hoop dat we nog een keertje daar naartoe kunnen gaan. Ja. Tot slot, heer Ramdien, een boodschap naar jongeren. Ik vind het moeilijk, erg moeilijk om een boodschap nu te doen voor de jongeren. Omdat ik het niet duurzaam zie zitten in Suriname. Dat moet ik eerlijk zeggen. We hebben enorm veel problemen.
Kijk, financiële problemen zijn op te lossen. Maar naast de financiële problemen hebben we intermenselijke verhoudingen. Hè? Binnen de regering, buiten de regering, overal. En dat is aan het, de kop aan het opsteken. En dat gaat ons enorm veel problemen geven in het land.